De sociale media. Die hebben ook dit jaar mijn leven en wellicht ook uw leven opnieuw gedomineerd. Nu zijn de meeste sociale mediaplatformen fantastische technologie. Ze brengen mensen samen. Je bent mee met wat er gebeurt in je wijk of in de wereld. Of nog straffer, een hashtag kan de wereld veranderen. Denk maar aan MeToo, Black Lives Matter of Dichter bij Huis. Allemaal van belang of wij overdrijven niet. Zoals veel andere mensen zit ik op Facebook en ben ik zo mee met wat er gebeurt in onze familie of in onze wijk. En ik heb er zelfs mijn schoolvriendjes van de lagere school teruggevonden. En als bij een vanzelfsprekende, stilzwijgende afspraak zag ik nog geen gênante jeugdfoto's verschijnen. Dan is opgroeien vandaag de dag veel moeilijker, met de smartphone in de hand en wifi overal. Daarom dus dat kinderen na de voetbaltraining liever in onderbroek douchen. Want voor je het weet, staat je blote lijfje op het internet. Voor elke hobby bestaat blijkbaar een platform. Mijn tienernichtjes lieten me kennis maken met Musical.ly, ondertussen beter gekend als TikTok. En mijn zevenjarige zoon is dan weer lichtjes verslaafd aan Roblox. Een spelletjessite. Je connecteert er met vriendjes en je speelt in groep. Soms met elkaar, soms tegen elkaar. Een pauzeknop kent het spel niet. Net omdat je samen op hetzelfde moment een spel uitspeelt. Ik hoef u dus vast niet uit te leggen dat er vaak discussie ontstaat. Of dat er soms traantjes vloeien als het tijdslimiet is bereikt. En omwille van de chatfunctie moet ik een oogje in het zeil houden. Want niet elke avatar op Roblox of TikTok is van 7 jaar, is dat namelijk ook in de echte wereld. Serieuze gamers die zitten blijkbaar op Discord. Daar had ik nog nooit van gehoord. Al bracht de sterke panoreportage over Schild en vrienden daar verandering in. Discord bleek de uitgelezen plek om haat te spuwen. En het dossier dat we bij Unia over eindbaas Dries hadden aangelegd, kreeg er meteen een belangrijk luik bij. Gamen, dansen, aan mij niet besteed. Boeken wel. En voor boekentips en boekbesprekingen, daar heb je Goodreads voor. Je kan erbij houden welke boeken je zoal leest of wil lezen. En je kan je boekenvrienden laten weten hoe ver je gevorderd bent in de nieuwste van Harari. Films kan je quoteren via de Internet Movie Database. Het is ook een handige app terwijl je een serie op Netflix binge-watcht om vlug even op te zoeken in welke films die knappe acteur nog meespeelde. En sinds 2007 kan je als breivan terecht op Ravelry. Die site telt vandaag zo'n 8 miljoen leden in de weer met breinaalden, haakpen, weefgetouw of borduurnaald. Een nicheplatform dus, maar wel het epicentrum van de handwerkcommunity. Je wisselt er breipatronen uit, ruilt er overschotjes breiwol of je pocht met je foto's van je zelfgemaakte trui of sjaal. Gebreide knutsels blijken tegenwoordig ook hele sterke campagnetools te zijn. Want zo leerde Ravelry iedereen roze mutsen maken. De fameuze pussyhat als symbool van de Women's March in Washington in 2017. En enkele maanden geleden kreeg het platform veel lof en ook kritiek. Want forumberichten, breiprojecten en breipatronen, profielen enzovoort, alles wat gezien kan worden als pro-Trump en daarom als white supremacy haatboodschappen tegenover migranten, vrouwen, LGBTIQ-personen enzovoort, mag er niet meer. Ook Twitter worstelt met het evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en haatspuwen, fake news verspreiden en politieke recuperatie. Omdat we in digitale gesprekken niet meteen feedback krijgen van onze gesprekspartner, zeggen we soms dingen waar we achteraf spijt van hebben, zegt antropoloog Robin Dunbar van de Universiteit van Oxford. Uit zijn studie van 2012 blijkt dat 1 op de 4 internetgebruikers die wel eens een bericht op Twitter of Facebook posten, daar achteraf al eens spijt van heeft gehad. En evenveel anderen zetten dingen op sociaal netwerksites die ze nooit rechtstreeks in iemands gezicht zouden zeggen. Zo ook ene Fidelio, die het nodig vond om mij meerdere keren per week te pesten, een jaar lang, door me te taggen op foto's met ratten, of me door een volksverraadster te noemen. En dat waren dan nog de minst erge tweets. Er brak iets bij mij toen hij mij een moslimpijpende hoer noemde, die onze jonge kindjes wilde laten verkrachten door vreemdelingen en die me vergeleek met Else, wolvin van de SS.
week na week en jaar lang. Alles anoniem, uiteraard. Nu, ik rechtte mijn rug, ik diende klacht in bij de politie en samen met Unia trok ik naar de rechter. We begrepen dat het een alleenstaande man was. Hij is ondertussen veroordeeld en niet langer op Twitter actief. Eerder al slaagde blogster en onderneemster Yasmin Nassiri erin om een hater op Twitter te laten veroordelen. En nee, het is geen toeval dat we beide vrouwen zijn. In Europa hebben 9 miljoen meisjes tegen de tijd dat ze 15 jaar oud zijn te maken gehad met een of andere vorm van cybergeweld. En wereldwijd hebben vrouwen 27 keer meer kans om online lastiggevallen te worden. 27. En dat cijfer is nog hoger voor vrouwen van kleur. Dus, beste mensen, zie hier mijn aanbevelingen voor een nog beter leven. Kies uw sociale media zorgvuldig uit. Volg interessante mensen en laat opruiende politici en roeptoeters links liggen. Ze zijn uw aandacht niet waard. En het is onze aandacht die hen het brandstof geeft. Dus please, do not feed the trolls. En als u hate speech ziet, kijk dan alsjeblieft niet weg, maar schiet in actie. Laat weten dat je er niet mee eens bent en rapporteer het bij de sociale mediabedrijven. En steek de mensen die doelwit zijn van haters een hart onder de riem. Dat zal hen deugd doen, want haat op Twitter stikt even erg als haat op café, de werkvloer of de speelplaats. En vooral, deel, like en post mooie dingen en mooie verhalen. Dat zal iedereen deugd doen. Hashtag hartje.